Welkom bij Verade. Gewaarwording van de bekkenbodemspieren, het vangnet van onze buikorganen. Om de lichamelijke lust in de vorm van een orgasme te beleven, is het noodzakelijk om de spieren aan te spannen en te ontspannen. Laten we starten. Zit op het puntje van je stoel. Voeten op heupbreedte. Laten we starten met de liggende 8. Deze omsluit de clitoris en de anus. Span de spieren aan, alsof je de urinestraal, het plassen, kort onderbreekt. Plas en windjes ophouden. Ja, plas en windjes ophouden. 3, 2, 1. En laat los. Ontspan. 3, 2, 1. Herhaal, plas, windjes inhouden, aanspannen, 3, 2, 1 en loslaten. Laten we dit 5 keer herhalen op het ritme van je ademhaling. Ja, inademen, uitademen, aanspannen, plas en windjes ophouden en loslaten. Inademen, uitademen, aanspannen, 3, 2, 1 en loslaten, inademen, aanspannen, 3, 2, 1, laat los, ontspan, aanspannen, plas, windjes ophouden, laatste maal, 3, 2, 1, en loslaten. Laten we verder gaan. Breng je handen onder je billen. Wieg heen en weer, zodat je de zitknobbels voelt. Laten we de middelste bekkenbodemspieren, de dwarse spieren van linker naar rechterkant, bijeenbrengen. Ja, de middelste bekkenbodemspieren aanspannen. De zitknobbels naar elkaar toe trekken. Je hebt een gevoel dat de vagina sluit en terug los. Span aan. Trek je billen naar het midden en ontspan. Span aan 5 keer op het ritme van je ademhaling. Blaas uit, aanspannen, inademen, loslaten. Uitademen, blaas uit. En inademen, loslaten. Zitknobbels naar elkaar trekken. Uitademen. En los. Nog eens zitknobbels naar elkaar toe trekken. Je hebt een gevoel dat de vagina sluit. En ontspan. Aanspannen, blaas uit. En ontspan. Laten we verder doen. De binnenste diepe spieren. De hangmat van het bekken tot het stuitje. Ga rechtop zitten. Span de bekkenbodemspieren aan. Druk je stuitbeen naar onderen en je schaambeen naar de buik. Beweeg hierbij iets in de richting van je buik. Rek op, rek verder op, alsof een koordje je kruin omhoog trekt. Houd de spanning vast en laat weer los. Oké, loslaten, druk je stuitbeen naar de grond. Je schaambeen beweegt zich hierbij iets in de richting van je buik. En laat los. Op het ritme van je ademhaling. Ja, aanspannen. Je hebt een gevoel alsof er diep van binnen aan de buikwand wordt getrokken. Verwar dit niet met bewust intrekken van de buik. En laat los. Aanspannen. Staartbeen omlaag
naar de vloer. Duw je staartbeen naar de vloer, naar de grond toe. En je schaambeen iets naar je buik. In de richting van je buik. En laat los. Terug. Stuit naar onderen. Je rug wordt licht uitgevlakt. En laat los. Volle. We gaan verder. Duw je hielen in de grond. Handen onder je billen. Ja. Laten we starten. Duw je hielen in de grond. Stuit je omlaag naar de grond toe. Schaambeen in de richting van je buik. En laat los. Terug. 5 keer. Ja, blaas uit. Stuitbeen naar de grond. Schaambeen beweegt zich hierbij iets in de richting van je buik. Rek op. Alsof er een koordje je kruin omhoog trekt. Houd de spanning vast. En laat weer los. Nog een laatste maal. Ja. Blaas uit. Stuitbeen naar onderen. Zitbotjes naar elkaar toe. Schaambeen richting van je buik. Je hebt een gevoel alsof er diep van binnen aan de buikwand wordt getrokken. Verwar dit niet met het bewust intrekken van de buik. En laat los. Oké, handen op je dij, opent je benen. Laten we even strekken. De bekkenbodemspieren strekken. Buig naar voren. Maakt een holle rug. Zo. De spieren ontspannen. We hebben de bekkenbodemspieren goed getraind. Ook bij erectie van de penis spelen de bekkenbodemspieren een rol. Dus voor de mannen meedoen. Ontspannen. En rekken van de bekkenbodemspieren. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Zo. Dit was het dan voor vandaag. Vond je het leuk? Duimpje omhoog en tot de volgende. Dag!